Na de wedstrijd DVS Terlede, 1-1 gelijkspel. Peter Westerlinck, wat heb je gezien vandaag? Hoe kijk je terug? Natuurlijk 1-0 de rust in. Ik denk dat we 2-3 kansen weggeven. Nou, schiet ze er één van in, vanuit een corner die we weggeven. Ik denk dat we de wedstrijd controleren. Niet heel veel kansen, een paar goede kansen gehad. Wel een kopbal met name van Benjamin. 2-3 schietkansen. Een beetje gelijkwaardig. Ik vond ons iets beter als Terlede. Maar redelijk veldspel. Balverlies, gelijk druk erop. Dus ik denk dat we het goed voor elkaar hadden. Ja, en dan ga je met een achterstand de rust in. Tweede helft Terlede in principe geen kans meer gehad. En wij vergeten een beetje om iets meer uit te halen, denk ik. En dan een 1-1. Ja, zeker. Dit is wel een wedstrijd waarvan we gezegd hebben dat we dat 3 punten gewoon moet. Vond ik ook Ajax thuis. Die moet je gewoon winnen. Wil je nog een rol van betekenis spelen. Dus niet in teleurstellen. Maar tweede helft prima. Ploeg gezien. We hebben ervoor gestreden. We zijn vol voor de winst gegaan. Maken een goede goal. Eigenlijk constante druk erop. Tariq en Tim echt de slot op de deur. Eigenlijk niks weggegeven. En ik denk dat we 4, 5, 6 goede kansen hebben gecreëerd. Goed veldspel. Dat. Dus ook als trainer, maar zeker ook als voetballiefhebber, heb ik wel zitten genieten van mijn elftal. Strijdplan, dat klopte. Veel strijd geleverd met elkaar tot het einde. Alles al gedaan. Ja, Terlede, die uitwedstrijd die verloren toen met 3-1. Het is echt een collectief. Hè? Het is lastig om van Terlede gewoon maar... Daar win je niet zomaar van, denk ik. Nee, ik vind echt knap hoe ze dat doen, waar ze staan. Met een jonge groep. Groot compliment ook voor die trainer. Neem niet weg dat wij natuurlijk oppermachtig waren vandaag. Deze wedstrijd eigenlijk verdienen om te winnen. Maar dat telt niet, het is gewoon 1-1. Maar wel tevreden over de inhoud, over werklust. Over de kansen die we gecreëerd hebben, over de druk die we erop hebben. En over het totale niveau wat we met elkaar gehaald hebben. En daar ben je eigenlijk naar op zoek als trainer. Zeker ook in deze eindfase. Dus daar kun je tevreden over zijn. Dat is ook niet altijd een garantie dat je wint. Dat blijkt me weer vandaag. En Ajax wint vandaag van Hoek. Hè? Dus die krijgen we volgende week. Er van allerlei spannende ontwikkeling. Ik weet niet of je al gekeken hebt. Ik zag de rust even snel dat Sparta Nijk in voorstond bij Excelsior. Ja, die hebben gewonnen. Lisse heeft gewonnen. Dat is daarvoor. Die hebben verloren. Okay. Dus er gebeurt van alles. Maar, ik heb er nog niks van gezien. Ajax volgende week, hoe kijk je daarnaar? Een beetje hetzelfde laken pakken. Moeten we gewoon weer hier. Was een van de eerste wedstrijden die daar speelde. Dus er is ondertussen best wel veel gebeurd. Bij hun, bij ons. Thuis. Als je kijkt naar de ambities die we hebben. En ik denk ook wel de kwaliteit op dit moment die we tentoonspreiden met elkaar. Gaan we voor volle winst. Mag duidelijk zijn. Willen we nog iets van het seizoen maken? Moeten we die sowieso, die 3 punten zaterdag sowieso in huis houden? En daar gaan we voor. Nou mooi, we hopen op een hoop steun van de supporters en we hopen op 3 punten volgende week. Dankjewel en fijn weekend. Fijn weekend man, dankjewel.